De meeste mensen moeten er niet aan denken om te kamperen in hartje winter. Maar Annemie, Peter, Lisbeth en Johan uit België doen iets liever. Het seizoen begint in de winter. Als de caravans en campers binnen staan in de stalling, dan begint ons seizoen. Volgens de Zuiderburen is het echt niet zo nadelig als velen zullen denken. Sterker nog, er zitten juist allemaal voordelen aan. Je hoeft geen rekening te houden met andere mensen. Je kan, uh, je kan wandelen, je bent, het is overal rustig, je kan eens een, een, een wild diertje zien. Um, alles is gewoon, gewoon leuker, ja. Gieders is de eigenaar van de camping in Slootdorp. Ondanks dat zijn Vlaamse gasten op dit moment de enige zijn, merkt hij wel een toename. Uh, ja, rond de kerst en uh, zeker met uh, nieuwjaar, of oud en nieuw, ja, dan uh, is er weer aanloop. Echt uh, best wel veel ook. Ja. Er zijn steeds meer mensen die toch wel ja, buiten willen zijn, in de natuur willen zijn. En uh, de rust opzoeken, ja. En die kou, die valt volgens de campinggasten wel mee. Een lekker vuurtje, warme kleren, een kacheltje en een stevige borrel doen wonderen. Het had voor de die winterkampeerders zelfs nog wel wat frisser gemogen. En we dachten van uh, de, de kou hier te vinden, maar dat is niet echt gelukt. <laughs> Vind je het niet koud? Uh, het is niet koud, nee, het is te warm. De Belgen vermaken zich dus prima en staan zelfs nog uitgebreid stil bij tweede kerstdag. We gaan er nog vieren straks, ja, bij een kampvuur gaan we lekker nog wel iets uh, kokorellen. En dat komt helemaal goed, ja.